Pierre, ik vind het altijd fijn om met jou te praten, maar de reden waarom dat je vandaag hier bent, dat is meestal een slecht teken, hè? Ja, ik heb het aangehaald ook, hè. Dus uh, iedere keer als ik in een belangstelling kom, dan uh, ja, weet je dat het met Genk minder goed gaat. En Op dit moment moeten we eerder zeggen slecht. Uh, nu, jij hebt van de week een oproep gedaan naar de supporters. Waarom? Ik moet zeggen dat ik dat uh, van plan was vorig jaar al te doen, vorig seizoen. Um, om, uh, ik vind terecht dat de supporters kritiek gaven. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen, kijk, de kritiek richt zich naar enkele mensen. Het moet ook een keer stoppen om, uh, ik denk dat we met uh, verschillende mensen schuldig zijn ook. Uh, het komt niet uh, op, op één of twee mensen in de kop, uh, dat mag eigenlijk niet zijn. Er uh, zijn fouten gemaakt, oké, okay, maar ik vind eenmaal na zo'n tijdje moet je zeggen, nu gaan we dan eens achter ons laten, we gaan terug positieve kijk hebben. Maar dat ik, hing dus samen met ook een oproep naar mijn groep. Dus uh, om supporters achter je te krijgen, moet je eerst op het veld laten zien tot wat je in staat bent. En uh, dat heb ik de spelers ook gevraagd. De manier hoe we morgen voor de dag komen, tussen 8 en 10, zal het heel belangrijk zijn aan de supporters toe. En dat was eigenlijk mijn boodschap. Het is ook, uh, ik heb de jongens deze week meegepakt naar een groep supporters die hier aanwezig waren op een training. Om te tonen aan de jongens hoe ver dan een supporter gaat als karsi-gang-supporter. Dus uh, nu kunnen ze zich eigenlijk inleven dat uh, gang zo belangrijk is voor de doorsnee supporter En als het dan minder goed gaat, ja, dan uh, valt hun leven een beetje in elkaar. En uh, ik hoop dat de jongens morgen een eerste antwoord kunnen geven. En dat wij terug, de onderste sport van de ladder, terug die weg naar boven uh, gaan inslaan. Kerstie Genk heeft talenten, dat, dat weten we allemaal. Is het een, een beetje uh, ja, puzzelen, de, de stukjes in elkaar puzzelen? Ja, ik denk dat wij in de voorbereiding al het een en ander hebben uitgeprobeerd. We hebben nu ook twee nieuwelingen bijgekregen deze week. En uh, ze hebben al getoond dat het aanwinsten zijn. Hopelijk zien we het morgen al. Dus ik denk wel dat wij uh, weer een stukje beter gewapend zijn dan bijvoorbeeld zes weken geleden. Je, uh, de KRC jeugdwerking uh, hebben we al gemerkt op 2K, uh, dat werkt ook hè? Ja, ik ben fier dat ik daar een klein steentje heb aan bijgedragen. want ik die jongens zie, uh, Kevin de Bruin, Courtois, sterke ouders, ik tel er Dufour ook nog bij, uh, Ben Teken die gekwetst was. Dus de as van het veld is KRC Genk uh, in het verleden en dat doet me heel veel plezier. En uh, ik denk dat wij uh, ja, misschien weer uh, één of twee kunnen klaarstomen voor binnen drie, vier jaar. Maandag is er een oefenwedstrijd in Hasselt, Pierre, naar aanleiding van wat is die er gekomen? Ja, je weet dat we een grote kern hebben van uh, 31 spelers. En uh, ja, dan kunnen er maar 11 spelen, dus dat betekent dat je 18 tot 20 spelers hebt op overschot. Uh, en die willen we ritme laten opdoen uh, tegen tweede of derde klassers. En uh, nu is het maandag op Hasselt. Wat hoop je daaruit uh, te, te, lessen te trekken uit die uh, oefenwedstrijd? Je ziet nog eens de kwaliteiten van sommige jongens. Uh, om, uh, daar zijn ook een paar nieuwelingen bij. En uh, ja, dan hoop je dat je kunt zien wat je wil zien. En ook, uh, misschien heb je van die jongens iemand nodig volgende week vrijdag. Dus uh, het is altijd goed dat een jongen 90 minuten in de benen krijgt. En het kan zijn, als je nu morgen kwetsuren krijgt, dat je vrijdag tegen Lokeren moet pakken uit spelers die op Hasselt hebben gespeeld. Nu, deze trainingswissel, we weten nog niet wie het gaat worden, nog een verrassing, maar deze trainingswissel, is dat mentaal voor de spelers wel een slag? Ja, dat is uh, dubbel eigenlijk. Dus je weet ook, uh, in een groep zijn er voor- en tegenstanders van uh, een trainer. En uh, ja, voor sommigen was het een opluchting, maar ook voor veel spelers was het een ontgoocheling. En dat is altijd zo. Alleen heb ik geprobeerd vanaf dinsdag weer de neus in dezelfde richting te krijgen. En ik ga morgen pas weten of dat gelukt is. Ja, morgen wordt een verrassing. Cirkelen Brugge, je zei het al, niet zo makkelijke tegenstander. Nee, ze hebben een goede prestatie geleverd tegen A Gent vorig weekend. Een goede organisatie met Hans Cornelis nog als oudspeler in de ploeg. Dat doet het nog heel goed. En vooral een heel snelle omschakeling, counter met Cabananga en Bazelic. Dus uh, hebben we hebben toch wel wat in huis, ja. En het is opletten geblazen van een goede organisatie. Moeten wij morgen enthousiast voor het uh, publiek uh, van de dag komen. Op de sociale media wordt al door de supporters gezegd, ze zijn er. Houden drie punten thuis. Gaat het lukken, Pierre? Ja, ik hoop dat wij, als het morgen ook nog niet zo denderend moet zijn, dat wij vooral uh, ja, hopen te winnen. Hè, dat is de enige remedie om terug uh, genezen te worden. En uh, het hoeft niet zo met goed spel te zijn, maar wel met enthousiasme. En uh, dat probeer ik de jongens morgen om vijf voor acht nog eens op het hart te drukken. Je beseft als ze drie punten thuis blijven dat jij hoofdtrainer uh, wordt. Uh, dat zouden de supporters toch willen? Zover ga ik niet. Ik, uh, mijn enige betrachting is deze groep zo goed mogelijk afleveren aan de nieuwe coach. Oké, okay, veel succes, Pierre, Dank je wel. Dank je wel.